Ja, het gaat eigenlijk ook heel goed met Jeltsy. Jeltsy is een van de lidsten van de Keppel, maar ze kan zich vrij goed staande houden. En ze is goed van het tik erbij, we gaan malken jouwen en met de bikjes is ze mooi ontwitten. Dus, en ze groeit heel mooi, ze ontwikkelt zich mooi terug. Hè, maar ze is, nou ja, ze is voelt net zo groot als een perorenkel die erbij rennen. Dat is het inventeert nodig. Jeltsy die bloot pak een beetje tot september, oktober boeten. En dat hangt er een van al hoe waar het is. En ze draait het echt van het visie eerst waar we het door een kel naar binnen. Maar tot die tijd. En ze moet goed leren wijzien, dus straks wil ik wijzien met tritjes, dat ze leren wat stroomtrie is. En dan moet ze langzaam van de bek houden en van gas groeien gaan. Dit is Willem. Dit is de dekbolle die nu bij de kei rent. En die, dat is de huid van Jeltsy. Hij is 75% Fries Reedbond. En dus zijn nakomelingen met zo'n 80% Fries Reedbond. En nee, ik vind een hele mooie, krachtige, sportieve bollen. En we besteden nu naast de mem van Jeltsy. Ja, dat is een Fries Reedbond Rierke. Jeltsy wie haar allereerste keltsy. De mem van Jeltsy heb ik gekregen als embryo van de stichting Fries Reedbond. En die wilde graag dat er meer Fries Reedbond te kijken kwamen. En op die manier heb ik meteen een mooie genetica binnen mijn bedrijf halen. En daar fokken we dus nu weer mooi verder. Nou, dan is die Willem er ook nog krek bij. Hoi de man van Jeltsy.